Vrijwilligersorganisatie Humanitas Eemland opende op dinsdag 6 april hun nieuwe kantoor. Dat gevestigd is in het spectaculaire pand Stad van Cahen in de binnenstad van Amersfoort. Wat is Humanitas eigenlijk voor organisatie? Humanitas is een organisatie waarbij wij mensen een ondersteuning bieden op het moment dat ze dat nodig hebben in het leven. Het is een organisatie, officieel kun je het omschrijven als dienstverlening van mens tot mens. Maar we zetten de mens, de cliënt, voorop en we proberen met de hulp die we bieden mensen weer zelfredzaam te maken. Wat was de reden om te verhuizen? We zaten op de oude locatie aan de Lindertseweg, zaten we op zich wel op een mooie plek. Maar we zaten gewoon met ruimtegebrek. De afgelopen 5 jaar zijn onze activiteiten zijn gegroeid. We hadden 5 jaar geleden hadden we een 4-tal activiteiten. Inmiddels zitten we op 8 verschillende activiteiten. Het aantal vrijwilligers is gegroeid naar 200. En dat betekent dat er ook veel meer coördinatie en afspraken op kantoor zijn. Dus we hadden simpelweg meer ruimte nodig dan we daar hadden. En de nieuwe locatie biedt ons dat. Afgezien daarvan nog een hele mooie plek midden in het centrum van Amersfoort natuurlijk.